Kom naar Warwick. Pussy. Warwick is een pussy. Hallo mensen, welkom en leuk dat jullie kijken bij deze video op mijn kanaal. Hierin speel ik League of Legends. Ik dacht het is leuk om dit op te nemen voor de League of Legends liefhebbers. Ik heb zo net mijn beginners items gekocht, zoals jullie kunnen zien. Ja, dus dit is dus voor de League of Legends liefhebbers of voor de mensen die nog helemaal niet bekend zijn met de League of Legends. Ik speel het zelfs maar een half jaar of zelfs nog geen half jaar. En ik dacht ook eerst van, ja, dat is toch een saai spel, dat is toch totaal niet leuk. Maar eigenlijk is het gewoon super leuk om te spelen, zeker met vrienden. Dus het kan zeker zijn dat ik dit ga uploaden met vrienden van mij binnenkort op mijn kanaal. Dus zoals jullie zien speel ik met Heimerdinger. Ja, dus niet zo'n bekende champ, maar ik vind hem wel super goed. Ik speel nu een bot game, dat is dus dat je tegen een bot speelt. En wacht tot hier. Ik moet even terug, want het is... Ja, ik speel dus op de mid lane. En ja, die kut gaat hier een beetje muziek zitten spelen, ook goed. En dus ja, ik dacht van het is wel leuk om op te nemen. En ja, het is iets leuks om met vrienden te doen, heb ik het trouwens al gezegd, maar... Ik ben nu mijn turrets aan het zetten. Dat is een van mijn abilities van deze champ. Dus voor de mensen die dit spel nog niet spelen, ik zou zeggen probeer het even. En vertel het aan je vrienden ofzo. Want een vriend van mij had ook verteld aan mij waarmee ik misschien nog ga opnemen. Die had dan gezegd van ja, doe mee of speel eens mee. En ja, in het begin is het wel moeilijk, want je moet wel leren wat is. Bijvoorbeeld dat daar. Dit zijn turrets en daar mag je niet onder lopen. Maar ja, je gaat allemaal wel zien. En, ja, voor de mensen die de overlegjes wel kennen, dat is beter. Dus die gaan ook waarschijnlijk wel leuk vinden om te zien hoe ik dat speel. En what the fuck, die moet echt weg. What the fuck. En die rode dingetjes dat jullie zien, dat zijn minions. Die moet ik dood doen. En die andere, dat is Ryze, dat is een champ. Een enemy champ natuurlijk. En oh, die van First Blood. Bezig, kut. Good job. En ja, het van Heimerdinger echt goed als je ermee kunt spelen. Het is een midlane champ. Je kunt er ook bot mee gaan, maar het beste is dat je er mid mee gaat. En ja, voor de rest. Ik denk wel dat ik hier een serie van ga maken. Wat wel ook interessant is. En ik vind het zelf ook heel leuk om te spelen. Dus ja, hier kunnen ook challenges mee komen. Bijvoorbeeld, ik ga binnenkort mee iemand challenge doen met nog iemand van die ik ken. Dus dat kunnen we ook op mijn kanaal. We kunnen echt gewoon van alles doen. Want ik ben gestopt namelijk met die forest. Ja, er komt er echt niet veel meer op doen op dat spel. Dus ik dacht, ik moet een nieuwe serie gaan bedenken. En ik ging eerst een update video maken dat ik misschien nog ga maken. Maar ja, wat ik ging doen zo. Maar ik dacht van ja, dat is een mooie. Die gaan we hebben. Als we kunnen hem aanvallen. Oh, what the fuck? No way. Nee, what the fuck? Ik denk dat hij dood gaat. Hij gaat er echt aan. Die Ryze, die gaat dood. Echt waar. Die gaat er echt zwaar aan. Kom hier, Ryze. Weet dat ik afmaak, rotzak. Ja, breng maar je potions. Fucking rotzak. Kom aan. Kom hier, kijk. Kom hier, kunnen we maar een paar keer aanraken. Een paar keer. Nee. Velle potion gebruiker, rotzak. Pak wel de volgende keer. Ja, dat is echt kut, hè. Stomme Ryze. Dus dit is de jungle, voor de mensen die het niet kennen. Dit zit vol met beestjes, of ja, beesten, zeg maar. Dat is voor de jungler, dus zodat hij ook XP kan verdienen en level up gaat. En ja, meer hoef ik daar niet over te weten. Ja, dus dit moet je dan aanvallen. Deze turret moet je aanvallen. En het is waarschijnlijk ook de bedoeling dat ik in de volgende aflevering of binnen een paar afleveringen ook PvP ga spelen. Want nu is het gewoon een video om aan te tonen wat ik ga spelen en wat het is voor de mensen die het niet kennen. Dus in de volgende video ga ik waarschijnlijk PvP doen. Dat duurt ook veel langer. Zo'n bold game duurt gemiddeld 25 minuutjes tot een half uurtje. PvP kan tot 3 kwartier tot een uur duren. Dus ja, ik denk dat ik er ook in ga knippen, want ja, het is wel de bedoeling om te zien wat er gebeurt. En als die Ryze nu dom afgelopen genoeg is, die inleven en met Curse aanvallen, gaan ze dood. Godverdomme, die gaan we hebben, ik zweer het. Als mijn mana niet op is. Ik werd namelijk op mana, dat is een blauwe balkje onderaan. Helemaal in het midden.
En hij is op, is dat vrij kut. Oh, what the fuck, ik mis die. Kerel, ik haat u. Nee, nee, mijn mana is op. Oh mijn god, nee. Nee, nee, nee. Fuck off. Oh yeah. Fuck Christ. Dit is het begin van een mooie avontuur. Oh yeah. Oh, oh yeah. Ik heb nog een stukje vol die minion maar aan, kut. En deze turret, als er minions van u, dus van jouw team, onder die turret, onder die cirkel staan, dan kun jij er wel in lopen, maar als er geen minions zijn, dan, dan is dat oranje die cirkel en dan mocht er niet in lopen, anders wordt je aangevallen. Maar anders wordt dat groen, kijk, dat is nu. Zoals nu word ik dus aangevallen, dus omdat ik eronder stond. Zonder dat er minions waren, dat is wel vrij kut, maar... val die nu aan, oké? Okay? Val die aan, val die aan, val die aan. Fucking kut. Ik ga sowieso weer geen mana nu hebben. Kak. Als meer ik hem stunnen. Kom maar, we kunnen hem stunnen. Oké. Stun. Ja, hebben. Yes! Nu ga ik recallen. Nou, terug naar mijn base gaan om nieuwe spullen te kopen. En betere spullen. Dus je begint altijd met een basisding. Alleen heb je zoveel attack, zoveel build power en zoveel attack speed. En dan moet je dus dingen kopen in de shop die je sterker maken. En je hebt gems die lopen op build power, op attack damage. En op van alles. Je hebt veel soorten gems natuurlijk. Ik ga zeker ook in de volgende aflevering een andere gem doen. Tenzij ik PvP doe, dan heb ik soms wel een bepaalde gem waar ik constant speel of wel afwisselen. Nee, in PvP ga je altijd gem gebruiken die je goed speelt, zodat je wint, want dat is natuurlijk de bedoeling dat je krijgt. Want verliezen is niet zo leuk in dit spel. En ook killstealers. Dit spel is het vol met killstealers. Het woord zegt dat wel mensen die kills stelen. Oh, die derde keer. Come on! Nee. Oh, what the fuck? Nee, fuck off. Nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk, gast. Nee. Come on, die is een tricon. Waar is die hoer? Nee, wacht, want is mijn sportje daar ook. Oh shit, waarom komen die ook met drie naar hier? Mijn chruts! Ah, schitterij, gast. Kom maar hier. Kom maar huis. Kom hier. Ja, loop in. Ja, goed. Alsjeblieft. Fuck you, guys. En als je op een duur zoveel kills haalt zonder dood te gaan, dan word je eerst Rampage, Killing Spree, Dominating, en dan Godlike, en dan Legendary. Legendary is het hoogste. Maar van zodra je dood bent, dan moet je alles opnieuw doen. Allee, niet dat je alles kwijt bent, hè, maar gewoon dan moet je terug Killing Spree en alles zijn, dus Legendary is wel leuk. En dat dan kill, enemy has been slain, kill, double kill, triple kill, quadra kill en maximum is pentakill. Oh, en daar hebben we al één champ, die niet naar hier komt. Kom dus naar hier jij. Kom, ik kan je huis wel aan. Ja, goed zo. Dom en gesleten. En ja, zo weer weggaan. Dood haar. Ah, ik zweer het. Ik vind deze zo stom, hè. Back to the drawing board. Kom on. Waarom zou ik het gebruiken? Kaka. Deze is kut. Waarom gebruik ik hier mijn ult voor? Dat is helemaal niet nodig. Waar is fuck, ik had beter wel mijn ult gebruikt. Check hoeveel erg leven dat hij nog had. Echt waar, ik zweer het. Ik word soms ziek van dat spel, hè. Ja, kom. Pak hem dan. Pak hem. Ja. Oh, what the fuck. Eindelijk, what the fuck. Ja, ik heb het dan. Ik heb geen mana meer. Dat is weer typisch. Ik haat het echt als ik geen mana meer heb. Goed zo, kom aan. Laat maar op. Ik moet even alles opnieuw laden. Kom op. En mijn turrets zijn ook super leuk. En dan wandelt hij nog keer super traag. Man. Wacht maar als ik op dreef ben. Oh, die churchje ben ik kapot, hè. Stomme Leona. Kom aan, Echo, je kan het.
Echo is trouwens een nieuwe champ die nu in beeld is. Een nieuwe champ die sinds deze week uit is. Oh joh. Check hem aan. Check hem aan. Is meer dat ze het doet. Oh, 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 what the fuck, snap. Oh shit. Oh, je wordt aanvallen door één Rice. Ik haat Rice. Ik was niet aan het opletten, oké. Boerzoon. Kom naar hier, hè. Kijk, als ik één keer aanval, Rice, zijn er aan, dat weet je wel. Weet je zelf, hè. Stomme Rice, kom, kom. Oh, nou, nu ben ik bang, hoor. Fuck you. Hey, dat is dus een ult. Dat is een speciale build dat je hebt. Fucking kut, Rice. Ah, nu ben ik weer al half dood. Ik ga niet meer terugkeren, dus zo. Tenzij dat mijn maan op is. Hallo. Ja, kom, we gaan het shirt aanvallen. En het uiteindelijke doel van het spel is dat je wordt aan de andere kant geraakt van de map. In de base van de enemies. En die nexus moet je kapot maken. Oh shit. Dus die nexus moet je kapot maken. En die ga je niet hebben. Nu kom maar hier! Oh, kerel, ik zweer het. Ah, die champs. Nu ben je dood, Rice. Ik zal. Hopper! Hou je even terug, Gera, om dingen te kopen? Oh joh. Oh, nou heb ik nog 30 gold wachten op mijn nieuw ding dat ik koop met plus 40 ability power. Bijna. Nog 15 gold. Kom op, je kan het. Als ik aan het uploaden ben, komt er zo hier zo'n balkje met hoeveel FPS er is. En dus ik kan niet zien hoe lang dat ik al bezig ben, dus ik weet het niet. Ik ga ook niet knippen in het spel, want daarvoor is het te belangrijk. Ja, ik heb nu om te vertellen. Dat is ook super spannend en zo. Echt waar. Ook komt Kids Stemmen 2. Als mij nu aanvallen, ik een double kill heb. Ik voel het gewoon. Ik voel het dat ik een double kill heb. Alles natuurlijk naar hier komt. Tenzij dat die Mastery mijn kill pakt. Mastery, doe het niet. Kom maar, kom. Hallo, alsjeblieft. Bij je dood. Is die gelukt, Mastery? Hij heeft gewoon laten lopen. Ah, oh, Mastery toch. Oké, okay, loop daar nog. Nee. Kom, die mag niet laten dood. En die mag niet laten weggaan. Ik kan aan de andere kant staan. Zodat ik hem dood ga doen, oké? Kijk, we gaan gewoon hier staan, we zitten hier een churretje. Kom Reis. Alsjeblieft, nu ben ik boat like en daarna komt Legendary. Oh yeah. In het begin moet je dus beginnen met botgames te spelen. En dan moet je geleidelijk overgaan naar PvP. PvP is ook een stuk moeilijker omdat het met echte mensen is. Hier speel ik wel met medemensen, dus in mijn team speel ik wel met echte mensen. Maar mijn tegenstanders zijn graag bots. En die gaat niet doen gaan waarschijnlijk. Dat is een stomme boer. Oh, spijtig. De mana is weer al bijna op. Domme. Ik moet gewoon hier. Ja, is niet hier. Met veel zijn ze me één. Oké, kom dan. Kom dan, Reis. Ik wil dat ik u afmaak. Ik wil dat ik u helemaal kapot maak, Reis. Kom dan, jongen. Kom dan, jongen. Loop erin, wees zo dom. Kom op. Ja, nu had hij zeker niet komen, hè. Wat zijn oh, echt. Ja, kom eens naar hier. Kom eens naar hier, kom. Doe je nu. Ja, nu ga je sterven. Ik zie mensen. Kijk, nu weer, hoor. Nee, ik heb het niet. Oh, kerel. Nee, dat mag niet gebeuren. Nee. Fuck, nu is die weg, hè? Dommerik. Ah, wie is die? Was dat Ryze die weer ontsnapt is? Dat Ryze is. Is ook altijd Ryze die ontsnapt. Soms, hè, dan die champs. Ja, je knijpt om hier niets meer van HP over en dan ontsnapt zo. En dan echt direct dood. Hallo, gaat hij dat overleven? Gaat hij dat overleven? Nee, tuurlijk overleeft hij dat niet. Je overleeft het nooit, maar Street spijt me, maar ik kan niet helpen, want ik ben te lui. En daar is Yasuo. Zal hij hem pakken? Ah, maar hij is nog kunnen snappen ook. Dat is wonderbaarlijk.
Oh yeah. Oh yeah. Come on. Unstoppable. Unstoppable. Oh, nog één champ. Dan ben ik legendary. Oh, zit niet al in de base? Nee, nog niet. Oké, dat is dus de base. En dan moet je die Nexus, dat rood ding hier, verdedigen tussen twee turret kapot maken. Oké, Louise, en dan is het spel daar. Oh, kom naar IJs. Kom maar, kijk, Pussy. Pussy. Legendary. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, kom van die turret aan. Die maken hem helemaal kapot. Ja, dat helpt me daar niet, hè, kut. Dat is gewoon een. Legendary, kom aan, help me. Kom maar, help me. Ik ga mijn voet daar niet voor gebruiken, hoor. Oh! Wat is dit nou, zeg? Oh shit, die ult zijn allemaal. Oké. Okay. Oh, zin. Nee, oh nee, we gaan dat zeker niet aankomen. Nee, nee, nee! Oh, doe ik nu, stomme haar. Stomme hoer, ding is. Ik weet niet. Ah, shit. Ik heb mijn verkeerde ult gedaan. Oh, gaan ze. Oh, oh! Nee! Kom, laat hij niet lopen! Ja, inderdaad. Oh, is hij ook al goud? Hij heeft nog geen zak gedaan. Kom, minion. Wauw, hij doet hier. Lol. Straks ga ik recall voor meer spulletjes te kopen in mijn shop. Wow. Kom maar. Oh ja, ze hebben twee. Oké, oh nee, wat gaan wij doen? Hé, maar die passeert mij gewoon. Gewoon bang, Rick. Kijk, die durven niet eens naar hier komen. Gewoon bange bot zijn dat eigenlijk. Ah, fuck jullie dan. Fuck jullie. Ik wil weg zonder jullie. Bye. Oh wacht, ik ben nog niet aan het komen. Ja, nu zit hij wel in de kut, probleem, hè? Sorry dat ik u niet kan helpen, want ik heb nog geen zin. Ja, maar je overleeft wel. Ja, die overleeft. Maar wel. Oké, okay, misschien overleefde hij niet. No, 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 sorry. Ach, spijt me maar. Ik was gewoon de egoïstisch en te lui. Oh! Wacht, wacht, ik heb een goed idee. Wacht, hoeveel kills heeft die Echo? Echo heeft 9 kills. Gaat het een triple kill worden? Wordt het een triple kill? Ik zal je maar gaan helpen. Wow. Wat fuck, kan het? Als ik had gehoord, had ik die kunnen kill stelen. Maar ik maak mijn chillis kapot waarschijnlijk. Of niet. Warwick, ik maak je af. Kom dan, Warwick. Kom dan, Warwick. Kom dan. Wat bang is, scheid. Kom dan gewoon naar hier. Waarom altijd zo bang zijn? Wees niet zo een meet. Kom gewoon naar hier. Kom dan, Warwick. Pussy. Warwick is een pussy. Oh shit. Dat is niet te veel. Daar zitten ze met drie hier. Komt die kut niet eens. En hier heb ik mijn churros gekregen. Wacht, wacht. Double kill. Ah, nu is die kut Warwick er wel, hè, maar ik mag hem maar. Ja, ja. Dan kunnen we met een paar handen op de tent. Dat is sorry als het koos neemt. Oké, ik heb geen koos. Oké, kunnen jullie alsjeblieft de shirt kapot maken? Gaan we in de base zitten? Yeah! Zo mooi ik het worden, we zitten in de base. Dat komt dus te zien. Nu ga ik hier in de shirt zetten, want ik kan het heel koos kapot. Zo mooi koos. Kijk! Legendary, inderdaad. Oh! Cooldown, cooldown. Let me fix that. Legendary level. Oh. Oh man, we zijn bezig allemaal. Dus voor je hard te doen. Ah, goed zo. Oh yeah, thanks. Nee, maar wat doen jullie nu? Wacht even. Kills! Oh! Chance daar! Oh.
Nee, ik heb hier een Legendary, Legendary, inderdaad. Legion. Oh my legendary, oh my fucking god, stop me for so man. Hey, kill steel zak. KS. Kill stealer. Ik hoop dat sterk, sterk. Fuck het is eigen schuld. Het is mijn eigen verdomme schuld. Kom maar, bots, kom maar. Ik heb één hand. Kijk, als ik maak dat allemaal dit niet. Steel, niet steel, niet steel, niet steel. Dan krijg je een heel stil staan. Oh, hier, de bos. Oh, fuck you. Een beetje weg, een beetje weg. Legendary. Papara. Back to the drawing board. Simba. Zo beter wachten met een inhibitor kapot maken, maar killzalen voorkomen. Hier. Ach, spijt hem. Ah, wat een keer. Nu komen we nog niet meer wachten, zeker. Hier is een kleurtje, dus wat. Hé, we stoppen met de kleur dan vallen. Wacht er even. Wacht daarmee. Dat zegt. Ah. Nee, blijf van de Nexus af. Kijk, die is kapot. Nee. Niet de Nexus. Ja, die moet zeker zijn. Hop, doe dat weg. Nee, we zijn gewonnen. Dit is hoe je een botgame speelt, mensen. Even een musklet spelen. Bom, bom, bom. Laat die muziek bij je ver spelen. Oh ja, oké. Speel verder, oké. Ik heb dus gespeeld met Heimer dingen. We zijn dus gewonnen. Ik heb iets van 19 of 20 kills. Ja, ik ga hierbij de aflevering beëindigen. Vonden jullie dit nu super leuk om naar te kijken of weet ik het? Vonden jullie het leuk? Vergeet dan zeker niet die like achter te laten, want dat is heel belangrijk. En te abonneren hieronder. Onder de video staat er een knop met abonneren. Druk daar even op. Zou me een heel groot plezier doen. Ja. Laat zo ook zeker een reactie achter met wat jullie vinden van deze game. Of ik meer van deze shit moet doen. Of ik het met vrienden moet gaan spelen of niet. Maakt mij niet uit. Laat gewoon een reactie achter. Een like. En druk even op die abonneerknop nogmaals. En ja, bedankt voor het kijken. En dan tot de volgende keer bij een andere video op mijn kanaal. Of bij een andere League of Legends video. League, wat? League? Het is League of Legends. Of LOL. Afkorting van League of Legends. Oké, maar ik heb genoeg gepraat. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet een like achter te laten. En bla bla bla. En tot de volgende keer. Doei mensen.